ik ben er helemaal klaar voor, ja. Ja, we zijn hier in de Brinkhoek, volgens ons onderzoek de meest welvarende wijk van Zwolle. En dat is natuurlijk prachtig dat deze mensen genoeg geld hebben. Ze hebben vaak ook hard voor gewerkt, dus dat mag best. Maar we willen er ook op wijzen dat elders in de stad mensen toch een stuk minder hebben. Er groeien op dit moment in Zwolle 3000 kinderen op in armoede. Er is een voorstel in de gemeenteraad om de hoogste inkomens in de stad, om die een beetje te compenseren, omdat ze dreigden ietsje meer in te gaan leveren. Nou, wij vinden dat we misschien beter toch wel iets meer kunnen vragen van de mensen die hier wonen, zodat we mensen die daar wonen in Holtebroek ietsje meer kunnen helpen. Dus het is eigenlijk een verzoek om aan die mensen om een beetje in te leveren. En ze krijgen dus een cadeautje? Ja, ze krijgen van ons een cadeau. Maar in dat cadeau zit een brief die ze kunnen sturen aan de gemeenteraad. Met een envelop en een postzegel en een adressticker. Waarin eigenlijk staat, beste gemeenteraad, voor mij hoeft het niet om mij te compenseren voor extra belasting. Ik vind het niet erg om ietsje meer te betalen als we daarmee armoede in Zwolle kunnen bestrijden. Nou ja, ik vind het goed bedoeld, maar het spreekt me toch niet erg aan, want ik betaal al heel veel belasting. En ook mijn OZB is natuurlijk veel hoger dan de mensen die in een goedkoper huis wonen. Dus, en ik betaal bovendien ook nog extra inkomstenbelasting, want we hebben hier een progressief belastingtarief in Nederland. Laat je nog weten hoeveel mensen die brief hebben getekend? Nou ja, die komen als ingekomen stuk bij de gemeenteraad. Dus als het goed is, kan iedereen dat inzien, maar ik wil het best laten weten.